through the gates of hell, as we make our way to heaven through the Nazi lines. Primo Victoria! Kom je op, laatste sector, de laatste zone. Niet stilvallen. Als er geen kramp in je been schiet tot achter je oren, is het binnen. Als er niks meer gebeurt, ben jij de held van de dag. Vechten voor je leven, jongen. Superhero. Oeh, daar staat een meneer in de weg. Opzij. Laatste kilometer. Laatste kilometer. Op naar de velodrom. Op naar de velodrom. Hij hoort nu dat gedaver. Hij hoort het applaus. Ik zou niet omkijken, jongen. Ik zou niet omkijken. Die nader. Dat is wat telt. Daar ligt de laatste 500 meter. Formidabele, Karel. Ongelooflijk om stil van te worden. We gaan hem opvangen. Schoon, hè. Schoon, schoon, schoon. Formidabel, Johan van Summeren. Ik ga even kijken naar de ingang. Ik zie hem nog niet. Hij is binnen, Michel. Hij redt ja, ja. Ik heb het over het beest. Ah, dat is raar, een beest. Hier kan hij altijd niet. Superheld. De superheld is het nog altijd niet. De superknecht wordt superheld. Johan van Summeren gaat Parijs-Roubaix binnen. Daar is 1,97 meter. Hij is bijna binnen. Nog een halve ronde. En ze komen zeker niet meer. Dat is onbestaande. Van Summeren wint Parijs-Roubaix. De 109e editie. Geweldig. Genieten. Hij ligt drie kwart ronde voor. Johan van Summeren. Alle glorie aan hem. We gaan het verschil toch nog eens opmeten. Hè. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 seconden. 27 seconden. Johan van Summeren mag beginnen met juichen. Het is het voorjaar van de outsiders. Maar heeft een formidabele race gereden. Heeft alles lam gelegd daar vooraan. En is dan op het juiste moment op het Carrefour zelf gegaan. Johan van Summeren wint de wedstrijd van zijn leven. Schrijf het op. Van Summeren wint Parijs-Roubaix. Sprint voor de tweede plaats. Daar rastige Cancellara. Die wil graag nog eens op een showje. En dat zie je er natuurlijk bij. Daar moet hij nu uit het wiel komen. Maar het is nog wel enkele meters. Gaat hij het halen? Cancellara wordt hij hier nog tweede. Jawel. Voor Chaliki die derde wordt. En Rast die jammer genoeg voor hem vierde is. En dan pak vijfde. Johan van Summeren. De wind en dik na. Dik Nuis. Parijs-Roubaix. Ik ben sprakeloos. Het is het jaar, het voorjaar van de outsiders. En daar komt nu Balam. Ja. Als zesde. Balam is zesde. En dan Husshoff voor plek 7. Nee, IJssel. Het was IJssel voor Husshoff. Hier is Johan van Summeren. Kijk. Fris. Fris. En dan vergeet je natuurlijk alle ellende, hè. En dan vergaat je dat je op Belst wordt. Voilà. Hier. Wat doe ik hier nou, zeg? Wat doe je nu, zeg? Ja. Summy, summy, summy. Wat doe je nu? Wat doe ik hier nou, zeg? Centraal tweede. En dan Chalingi buitenom derde. Ook een dijk van een koers gereden. En ik kan me wel voorstellen dat Chalingi denkt: God, wat heb ik me gegeven vanaf kilometer paal 55. Ik ga dat een beetje minder midden doen, maar dat gaan we ons niet aantrekken. Sierlijk eregebaar van Summeren. Andermaal, zeg maar. Met oog voor de grootste gebaren. Mag winnen met stijl, in stijl. Ja, man. Van Summeren, Cancellara, Chalingi, Rast, Bak, Dambalan, IJssel, Husshoff, Fletcher en Heyman. Dat is de top 10. Een onverwachte top 10. Eén Belg in de top 10, maar wel een Belg die wint. Johan van Summeren. Nadat hij eigenlijk tot voor een dag of drie niet eens wist dat hij mocht meedoen.
want die lag nog een beetje in de balans. Het is pas omdat hij in de loop van de week op de lange training van 6 uur zonder pijn stopte en zaterdags ook zonder pijn opstond, dat hij het licht op groen gekregen heeft. Cancellara, tweede in Milaan-San Remo, derde in de Ronde van Vlaanderen, tweede in Parijs-Roubaix. De absolute topzege ontbreekt in dit voorjaar. Oké, E3 gewonnen, fantastische manier, maar je doet het voor de monumenten. En die is er niet, omdat hij zo sterk is en dat iedereen schrik heeft voor Cancellara. Angst, bang. Daar zag u Jasmin van Grieken, ex-topzwemster. Dus weet wel wat het betekent om voor topsport te leven. En wat voor opofferingen daarvoor moeten gedaan worden. Ja, Garmin Cervelo met op papier sterkste ploeg gestart. En daar was Van Summeren. Daar al bij Renaat Schotten. Niet echt de absolute kopman natuurlijk. Dat was Husshoff. Maar hij moet eerst voor het... Daar, kijk, mooi, mooi, mooi. Garmin Cervelo wint niet met een verwachte man, maar wel een schone man.